Welkom in de laatste Codekraak finale aflevering. Waarbij jij voor de allerlaatste keer de kans krijgt om te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's is het hierbij de bedoeling dat je een code van 24 codegetallen vindt. Onderweg in 8 afleveringen, waarvan dit de laatste is, is het de bedoeling dat je door middel van 3 codeopdrachten 3 codegetallen vrij speelt per aflevering. Die code bestaat dan zeg maar uit 24 codegetallen. Elke losse aflevering bevat dus 3 opdrachten waarbij je 1 codegetal kunt vrij spelen. Door de rebussen, berekeningen en andere puzzels op te lossen, kom je uiteindelijk dichter bij het winnen van Codekraak 2022. Als het jou lukt om deze code als allereerste in te sturen via mijn Instagram @decodekraak, dan win je uiteindelijk Codekraak 2022. Ik wens jou heel veel puzzelplezier en zoekplezier in deze laatste aflevering met de laatste 3 opdrachten. De dag van de liefde is natuurlijk Valentijn, 14 februari. Een traditie kan bijvoorbeeld zijn om een roos te kopen voor je liefde. Op 14 februari 2022 is er ook een Amerikaanse drummer overleden. Wat natuurlijk heel spijtig is, maar dat gebruiken we voor deze opdracht. Zoek deze naam op en tel dan de letters van deze naam in getallen. En dan vervolgens tel je er nog 3 bij op. En dan kom je uiteindelijk uit op het eerste codegetal van deze finale aflevering. Dus stel alles bij elkaar op en dan kom je uiteindelijk uit op het eerste codegetal van deze finale aflevering. Elk jaar vieren we op 31 december oud en nieuw. Het nieuwe jaar. Vuurwerk komt hier altijd heel veel bij kijken. En in Australië heb je altijd vuurwerk bij de Sydneybrug. Maar wat is eigenlijk de hoofdstad van Australië? Kies de juiste stad. En daarmee is dat ook meteen je tweede codegetal van deze aflevering. Oké, nu komen we bij een heel spannend moment. En dit gaat namelijk over het allerlaatste codegetal van deze hele serie bij elkaar. We hebben 8 weken lang opdrachten uitgevoerd om codegetallen vrij te kunnen spelen. En dit is de allerlaatste opdracht. Het laatste codegetal is 15. En waarom vertel ik dit? Omdat jij iets moet gaan doen met alle getallen die je tot nu toe bij elkaar hebt gebracht. Je moet nu een opdracht doen met alle codegetallen. De bedoeling is dat je elk codegetal die je hebt omzet naar letters. Vervolgens, als je dat hebt gedaan, moet je met deze letters een goed lopende zin formuleren. Wat betrekking kan hebben op het volgende seizoen van Codekraak. Of gewoon iets wat misschien in de toekomst kan gebeuren. Als je deze zin vervolgens ergens via mijn Instagram, Facebook of Twitter inlevert, kan ik je hiermee of belonen. Of je wint het niet en dan heb je toch leuk meegedaan. Dus lukt het allemaal? Ben je de eerste? Dan mag ik jou feliciteren en heb je Codekraak 2022 gewonnen. Nadat deze opdracht jou is gelukt, wil ik nog even 1 ding zeggen. Over precies 1 maand komt Codekraak aflevering 9 online. En hierin bespreek ik alle opdrachten, daarvan de uitkomsten en hoe je uiteindelijk een antwoord had kunnen vinden. En daarnaast zal hier ook in de winnaar worden bedankt. Ja, dat eigenlijk. Als het goed is heb je weer je 3 codegetallen voor deze aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken. Volg de Codekraak op Instagram voor hints naar de 3 codegetallen per aflevering. Abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je volgende week weer. Laters.